Vandaag iets anders. Gaan we het eens hebben over het koffiezetapparaat van de Lidl. Zul je zeggen, dat is geen gereedschap. Nee, dat klopt. Maar wel belangrijk koffie. Ik had aan de kijkers gevraagd, wil je iets gezien, getest zien hebben van Parkside? Later me weten kwam iemand aan. Koffiezetapparaat. Ik denk van, hey, dat is ook wel handig bij mij in de bus. Kan ik onderweg koffie zetten? Heb ik nooit gekunnen. En het zit wel eens tegen, dan zit ik een hele dag zonder koffie, dus dit is wel een mooie oplossing. We gaan er zo meteen eens eventjes dichtbij bekijken wat er allemaal bij op en aan zit. Maar welkom bij Harry de Ferryman. Vind je dit soort films leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren, belletje aan klikken, word je op de hoogte gehouden. En nu zullen we het koffiezetapparaat eens gaan bekijken. Het idee is simpel. Accutje achterop voor de stroom. Hier bovenop. Water in, zit er al in, zie je wel. Kun je eruit nemen, kun je hem volgooien met water. Je kunt hem ook zo volgooien met water. Precies genoeg voor één bakje koffie. Beker eronder. Koffie erin. En dan gaat het goed. Deze is voor petjes. Nou, die koffie die hebben we hier thuis niet meer, petjes. Senseo. Dus ik moet deze gaan gebruiken. Deze. Als ik hem open krijg, zo gaat hij open. Andere kant op. Zit een mandje in voor de koffie. Doe je dicht. In het koffiezetapparaat. Je zet hem aan. En hatsflats. Hij moet het doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik kan er veel over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Er zit hier deze lampje. Dit is de aan-uitknop. Meer is het niet. Ik ben eigenlijk wel razend benieuwd of het werkt. Maar dan moet ik eerst aan koffie zien te komen. Volgens de beschrijving duurt het 6 minuten. Dat koffie zetten. Dus ik ben benieuwd. Ik pak hem eruit. Er zit nog steeds geen koffie in. Die moet ik eerst binnen gaan halen. En dat ga ik nu doen. Ben ik terug met mijn koffie. Op de ouderwetse manier met de koffiemolen. Waarom? Omdat kan. Nee, omdat we niet anders hebben. We hebben geen gemalen koffie hier in huis. Ik heb zo'n Sojura ding staan. Dus wij hebben alleen koffiebonen. Of een koffiezak erin moeten doen. Ik hou wel van een beetje stevige koffie. Staat er natuurlijk weer niet op hoeveel dat erin moet. Oh, dat is te veel. We willen geen koffiedrap erin hebben. Hij zit dat aan de rand toe vol. Ik ben benieuwd. Water zit erop. Er zit een accu op. Groene lampje brandt. En nou is het wachten. 6 minuten als het goed is. Oh, koffie. Lekker. Het ruikt hier nou wel heel erg naar koffie. Kan ook niet anders als je gaat liggen knoeien met koffie. Hè? Ik vind het altijd wel lekker ruiken. En ik vind de koffie ook altijd het lekkerste vers gemalen. Dat heb je niet voor het zeggen, maar ja, nou heb ik weer geen geduld natuurlijk. Want ik ben razend benieuwd. Gebeurt er nou wat? Ik hoor wel iets. Hey. Waarom gaat hij ernaast? Die gaat niet goed. Dat moet ik niet hebben op mijn stalen tafel. Ha!
Dat ging niet goed. Ik denk dat er te veel koffie in zat. Poging 2. Hoeveel zal er dan in moeten? Stuk minder. Poging 2. Ruikt echt lekker. Nou, gaan we weer. Ik zag er ineens water onderuit komen. Jongen. Niks gebeurd in de wereld. Nee, niks bijzonders. Lampje is gestopt met knipperen, hij staat weer uit. Dus ik ben benieuwd. Het ruikt naar koffie. En hij zit knap vol, de beker. Er moet nog wat meer bij. Beetje melk erin. En dat moet goed komen. Hoop ik. Hij kikt goed. Ben ik alleen benieuwd hoe het smaakt. Hij laat maar afwachten. Zit er geen drap onderin? Nee, er zit geen drap onderin. Hij is goed heet. Ja, hij smaakt goed. Moet hem dus niet te vol doen. Gebruiksaanwijzing lezen van tevoren is misschien ook handig. Ik denk, ik gooi er gewoon een hoop koffie in en klaar. Dat denk ik niet goed. Ja, hij smaakt goed. Komt goed. Maar ik ga wel Senseo-peetjes halen. Daar een kroost. Anders is je te slap. Maar deze is sterk zat. Dus het korfje hoeft nog niet half vol. Ik had hem nu half vol gedaan. Ik denk voor een gewoon bakje koffie dat dat niet hoeft. Dit is er eentje rechtop in de maag. En zo heb ik hem al het liefste. Zit er tenminste koffiesmaak aan, want ik gooi er altijd nog maar lekker suiker in. Moet iets doen om de koffiesmaak te houden. Ja, dan ben ik benieuwd hoe ver dat de accu leeg is, want hij heeft nou 2 bakken koffie gezet. Accu is lekker warm, hij verbruikt best veel stroom. 1 streepje nog op de accu. Dus het is na 2 kopjes koffie. Wat ze zeggen, dat heb ik wel gelezen, is het accu'tje leeg. Maar goed, ik ben meestal alleen. Dus maakt niet uit. En anders is de schaf toch om, want hij doet er een minuut of 5-6 over om 1 bakje koffie te zetten. Maar die koffie die er dan uitkomt, die smaakt wel, maar ik heb er een beetje veel koffie op gegooid. Die ga ik eens rustig opdrinken. Is maar een heel kort filmpje. Iemand wou hem zien? Nou, en als ik hem de bus meeneem, heb ik de hele dag koffie. Dus ik maak hem nog op. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ja, het blijft heet. Poeh. Ja, lekker bekske. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Vragen hieronder stellen. En ik ga afsluiten. Zoals ik altijd doe. En dat is zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe.